Na alle regen van de afgelopen periode doen de gewassen het inmiddels weer op heel veel plaatsen goed. De komende periode wordt heet, droog met veel zon. Dus de boeren zullen weer volop moeten gaan beregenen. Ja, echt Hollandse zomerlucht op heel veel plaatsen vandaag. Zon, kleine stapelwolkjes. En ben niet al te veel wind aangename temperaturen op de meeste plaatsen rond 22 graden. Daar komt langzaam verandering in, want we zien een groot opklaringsgebied boven Frankrijk liggen. En daarin bevindt zich warme lucht. Dat trekt allemaal geleidelijk noordwaarts. Ook Nederland komt er dus steeds dieper in de warme lucht te liggen. Er komt morgen nog wel wat bewolking dichterbij, met name het noorden van het land heeft dan nog mee te maken. Maar in het zuiden van het land al volop zon. En diep in de warme lucht kan de temperatuur dan al flink oplopen. Vanavond is het eerst nog vrij koel cool op de meeste plaatsen. 17 graden in het noorden van het land. Halverwege de avond ligt de temperatuur in het zuiden van het land nog rond 20 graden. De wind valt weg, de stapelwolkjes verdwijnen op veel plaatsen. En dat betekent dat het op sommige plaatsen toch een vrij fris nachtje kan worden. Zeker landinwaarts: temperaturen lokaal dicht bij 10 graden, dan kan er ook een mistbank ontstaan. En zijn er nog wat wolkenvelden, dan wordt het niet heel veel kouder dan een graad of 13. Zoals ik al zei, morgen dus volop in die warme lucht. In het uiterste noordwesten van het land. En op de Waddeneilanden ligt de temperatuur op 23 of 24 graden. Maar in delen van Brabant en Limburg kan het al tropisch warm worden met temperaturen van 30 graden of iets hoger. Nou, dat betekent dat het al de eerste 30 wordt in een serie van vele die gaan komen. Want als we dan kijken naar de meerdaagse: dit zijn de temperaturen gemiddeld over het land, dan zien we donderdag al op veel plaatsen de tropische waarden rond 30 graden. Vrijdag en zaterdag komt er nog wat bij. In het noorden van het land. Is het dus nog wat koeler? Maar in het zuiden kan het dus echt flink heet worden met temperaturen van 35, misschien wel 36 graden. Zondag zoekt de wind de noordhoek op, dat betekent dat we met wat meer bewolking te maken krijgen en dat ook de temperatuur iets wordt gedrukt door koele lucht vanaf de Noordzee. Het blijft even goed flink warm, de temperaturen blijven zomers. Dus als deze reeks uitkomt, dan hebben we een hittegolf die voorlopig nog eventjes aanhoudt. Ik wens je verder nog een fijne avond.